Donderdagmiddag heeft er een aanrijding plaatsgevonden op een beruchte kruising in Egmond Binnen. Het gaat hier om de kruising van de Sint-Adelbertusweg en de randweg N512. Hier kwamen twee auto's hard met elkaar in botsing. De klap was zo hard dat de accu van een van de auto's door de klap op straat terecht kwam. Er kwamen 4 ambulances ter plaatse, want onder de gewonden waren ook kinderen.